alles wat in staat komt uit het ziekenhuis. Kun je gewoon kopen op internet. Dit zijn ziekenhuisbedden geweest. Die hebben we aangepast. Achter jou staat een hartmachine. Ja, alleen het licht is niet echt ziekenhuisachtig. Nee, maar dat moet een beetje voor de sfeer zijn. Maar het is wel een originele operatielamp. Maar als het een echte ziekenhuisbar is, dan moet je eigenlijk van die grote TL-bakken hebben met fel wit licht. Ja, maar dat hebben we dus niet. Ja, want daar krijg je geen sfeer natuurlijk, hè. En je weet hoe vrouwen zijn, ik weet niet of je getrouwd bent. En een vrouw die wil nooit wit licht hebben, die wil altijd een beetje gekleurd licht hebben. Want anders zie je alles op wit licht. Zijn alle klanten die hier binnenkomen ook echt ziek? Nee, we maken ze wel ziek. Ze hebben een boete gehad omhoog van die mooie dames. Hè? Dat is het werk van die dames, dus ze maken niet echt ziek. Hè? En als ze ziek zijn, dan krijgen ze een shotje, hè? En dan zijn ze weer beter. Is het wel goed voor het hart, dit? Ja, eigenlijk, nee. Hij gaat wel tekeer. Ja, zijn ze echt benauwd. Het is een beetje, ze willen mond-op-mond beademing geven, maar het zit er niet in. En hoe is het met uw lever? Ja, dat gaat ook, want dit is gewoon cola. Did you always want to go to medical school? Always? Of course. Yes. Hey, moet jij als barman eigenlijk niet een doktersjas aan hebben? Ja, eigenlijk wel. We hebben ze er ook voor hangen, alleen vanwege de temperatuur hier binnen is het gewoon te warm eigenlijk. Hey, gaat iedereen ook weer in een rolstoel naar buiten, net als in het ziekenhuis? Nee, dat niet. Meestal gaan ze hier een stuk beter naar buiten. Geholpen van alle kwaaltjes en ja. Is het thema ziekenhuis echt geil? Als het ligt aan de meisjes, hoe ze dat doen. Ja? Ik denk dat er wel. Heb je wel eens die doktersroman gelezen, die boekjes? Ja? Nee, ik niet. Heb je van die boekjes, moet je zien wat de verhalen erin staan. Dus het thema ziekenhuis is wel geil, hoor. Hoe zijn de wachttijden hier? Nog niet. Wachttijden. Maar als zo vanavond een uur of 10, 11, dan moet je wel een uurtje wachten voordat je naar binnen kan. Ja? Maar geen maanden, hoef niet maanden te wachten.